Hey, goedenavond, Joano. Je bent first runner-up Mr. Limburg geworden. Hoe voelt dat? Heel prettig, onverwacht. Eerst een beetje zenuwen, maar nu is het bekend. Dus ja. Nu weet ik het. Hè. Ja, ja, en ik ben super blij en het is een eer. Ja. Was je niet liever de Mr. Limburg geworden? Tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat hier liever was. Ja, ja, ja. Dus, ja. Maar ik kijk volop positief naar de toekomst. Ja, ja, ja. En we zien wat leven ons brengt. Ja. Hè. Ja, als ik me goed herinner, was jij ook aan het zingen op het podium, hè? Ja, ja, dat was een onverwacht nummer die ik heb ingeoefend gisteren om te kunnen brengen. Ja. Doe je dat regelmatig zo zingen? Wel, zingen is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben begonnen met cursussen te volgen eigenlijk. De laatste jaren ben ik bezig met muziekteksten schrijven en muziek te selecteren om tot een eigen stijl te komen. Ja. En wat denk je dan te bereiken? Ga je dan writer, singsongwriter worden of wat denk je? Wel, eigenlijk kijk ik uit naar een combinatie. Dus graag zou ik een artistieke carrière hebben met artistieke accenten. Hè? Ja, ja. Ja. Is dat niet moeilijk? Dat is wel moeilijk, maar ik ben gemotiveerd en we gaan stap voor stap. Ga je misschien eens aan de Voice meedoen of zo? Wauw, dat is al een uitdaging zeg. Eerst gaan we even wennen aan de titel en gaan we zien hoe het verder loopt. Ja. Maar dat is zeker wel een mogelijkheid in de toekomst. Ja, ja. Zeg, absoluut. Never say never. Nee, natuurlijk niet. Justin Bieber ooit, hè? Ja, maar je hebt gelijk, je moet dat eens proberen. Hè. In ieder geval wens ik je nog heel veel succes toe en een prettige avond en geniet van je overwinning. Bedankt. Ik wil iedereen nog eens bedanken, de fans ook en iedereen die aanwezig was en hun tijd hier heeft ingestoken. De deelnemers ook, de mensen backstage, dank u wel. En de Mr. Europe heeft het echt verdiend. Ik ben trots op hem. Ja, oké. Okay. Super. Bedankt. Ja, merci. Hè. Bedankt. Ja, bedankt.